Verrips. Toornstra. Blijkbaar die bal niet te onderscheppen voor iemand van Emmen. Kökçü, rond 16, van richting veranderd, vliegt hij erin. Nu het antwoord daar niet van Verrips op het schot van Kökçü. En dat komt natuurlijk omdat die bal wordt aangeraakt. Veel doelpogingen van Feyenoord. En nu is het ook raak met een schot van afstand. Kapt goed. En dan gaat die bal via Araujo in het doel. Mooi gekapt. Het is de tweede van het seizoen voor Kökçü.